Steeds meer leerlingen in Nederland hebben dyslexie. Op scholen worden er verschillende protocollen gehanteerd hiervoor. Er is een mooie mogelijkheid voor deze leerlingen om ondersteund te worden door middel van compenserende software. Een voorbeeld hiervan is L2S spraaksoftware. Dyslexie is bij veel mensen bekend als een ernstig leesprobleem, maar het gaat een stap verder. Kinderen hebben dermate veel problemen met lezen dat ze daar in de toekomst heel veel hinder van blijven ondervinden. En daarbij komt ook dat het vaak op spelling, het schrijven, dat er ook veel problemen naar voren komen. Het bleek dat Vincent dyslexie had en door middel van deze spraaksoftware wordt hij heel bewust van wat hij typt. Hij kan het goed terughoren en haalt fouten uit de teksten. En het maakt hem ook heel zelfredzaam. Hij kan zelf zijn huiswerk maken zonder dat wij constant ernaast moeten zitten. Vincent is een leerling die hier wekelijks in de behandeling komt voor zijn dyslexie. Hij komt al een langere periode en nu zit hij op het punt dat we gaan kijken hoe kunnen wij hem ook echt zelfredzaam maken. Voor Vincent is dit een heel belangrijk programma omdat hij nu serieuzer, geconcentreerder bezig is met teksten. Hij zelf aan de slag kan met zijn huiswerk, betere resultaten is gaan halen en daardoor ook beter in zijn vel is gaan zitten. Vincent werkt met een eigen laptop. Wat erbij is gekomen is een klein balkje wat boven in beeld komt te staan. En met dat ene kleine balkje bedient hij het hele programma. Hij is er heel enthousiast over, ook omdat hij ziet dat hij zelfredzamer is. Dat hij zelfstandig aan het werk kan en dat hij niet anders is dan de rest van de klas. Toen we nog niet wisten dat ik dyslexie had, toen had ik voor mijn doen best wel hoge cijfers. Alleen nu krijg ik vele malen hogere cijfers. Dus eigenlijk ben ik er gewoon veel slimmer van geworden. Het programma is niet alleen bedoeld voor kinderen met dyslexie, maar eigenlijk voor iedereen die wat moeite heeft met lezen. Maar ook met de spelling. Als je moeite hebt bijvoorbeeld met zinsopbouw, is het ook heel goed in te zetten. Dus eigenlijk is het voor een bredere doelgroep als alleen voor kinderen met dyslexie.